Hier staan we bij onze nieuwste aanwinst, de Litoman 80 pagina's. De machine die drukt dan 50.000 per uur. 80 pagina's, dat is de maximale capaciteit dat de machine kan verzetten. Dus dat is gigantisch wat die machine kan. Innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Het zijn de pijlers van de economie van morgen. In de Toekomstfabriek zetten we elke week een innovatief Limburgs bedrijf in de kijker. Dat durft vooruit te kijken. En ook vandaag hebben we weer een boeiend verhaal voor u in petto met Moderna Printing uit Beringen. Dit is de Toekomstfabriek. En sinds jaar en dag de motor van Moderna Printing, Erik Bongaerts hier bij ons in de studio. Meneer Bongaerts, ja, jullie zijn een drukkerij, hè? Is dat nog van deze tijd, mag ik misschien zeggen? Ja, er wordt nog altijd steeds zeer veel gedrukt. En omdat mensen lezen fijn en belangrijk vinden. En wij zijn toch nog altijd met een 75-tal medewerkers elke dag druk in de weer om alles gedrukt te krijgen wat wij voor onze klanten moeten doen. Ja, Moderna is een naam als een klok in Limburg. Het is een familiebedrijf, zoals het ooit begonnen. Hè? Ja, mijn vader is begonnen in 1947, dus wij waren vorig jaar 75 jaar jong of oud. En is een volledig familiebedrijf, dus, de aandelen zijn volledig in handen van mijn kinderen momenteel. En ik ben zelf ook nog altijd actief in het bedrijf. Ja, want de twee dochters staan klaar eigenlijk om het over te nemen. Kim en Caroline, die staan klaar om het over te nemen en hebben gekozen om het bedrijf verder te zetten. Dus vandaar ook de investeringen in duurzame middelen om dat kunnen te doen naar de toekomst. Maar het is nog altijd papa die strak de teugels in handen heeft. Het is nog altijd papa die ze moeten hebben om alles en nog wat op te lossen en strategische vragen op te lossen. Want het is natuurlijk een markt die enorm verandert. Alleen de laatste 10 jaar alleen al, printing. Ja. We zeggen net, het is niet meer van deze tijd, maar dat klopt eigenlijk niet. Het is wel van deze tijd. Het is nog zeker van deze tijd. Het is een aanvulling. Hè. Je hebt nu, wij moeten rekening houden met het digitale natuurlijk. En er wordt meer en meer gedigitaliseerd. Maar dit digitale wordt goed ondersteund door de printingmedia. En dat is, we zien toch wel dat dat nog altijd een succesformule blijft. Op welk drukwerk richten jullie zich? Wij richten ons vooral op tijdschriften, catalogi, brochures, dat allemaal. En dan ook een stuk retailarbeid die met de post verzonden wordt enzovoort. Maar dat type van drukwerk. En bij ons kan je eigenlijk terecht, zeg maar, vanaf enkele duizenden stuks kunnen wij al kwalitatief heatset rotatie aanbieden. Ja. En dat is toch wel uniek eigenlijk voor België. En kijken jullie dan verder dan de Belgische markt alleen? Ja, uiteraard. Onze omzet is toch wel een 45% is dat buitenland. En wij drukken vooral voor de Benelux, maar ook voor Engeland, Frankrijk, Duitsland wordt er gedrukt. En zijn we toch wel een interessante partner. Zijn daar bekende klanten bij? Ik neem aan van wel ook bekende titels. Ja, bijvoorbeeld een Goed Gevoel, een Primo, al dat soort titels, een Vitaya en dat soort titels dat wij allemaal drukken. Ja, en dat heeft gemaakt dat jullie nu tot een van de grootste drukkerijen van het land zijn uitgegroeid. Ja, dat klopt, ja. We zijn met een van de belangrijkste drukkerijen op deze moment van België. Zelfs in de Benelux zijn we bij de 5 grootste in onze wereld. Ja, survivors, want er zijn heel wat concurrenten weggevallen, denk ik. Ja, klopt. Wij waren 10 jaar geleden met meer dan 25 van dit type van bedrijven. Nu hebben we er in België nog 4. Ja, 4 blijven erover, waarvan jullie dus één van de grootste. Blijf even bij ons, we praten zo dadelijk verder. We gaan eerst even een kijkje nemen in de drukkerij zelf in Beringen. Welkom bij Moderna Printing. Wij zijn een van de belangrijkste heatset rotatiedrukkerijen in de Benelux. Wij werken hier met 75-tal medewerkers.
En zijn gespecialiseerd in tijdschriften, catalogi en retail folders. Wij zijn al heel veel jaren bezig met innovatie. Uit noodzaak om eigenlijk heel efficiënt te kunnen werken en heel kostenbewust te kunnen werken. En dat doen wij door hetgene wat je hier ziet bijvoorbeeld, door de volledige CTP-afdeling volledig automatisch te kunnen laten lopen via een QR-code dat ieder werk op de juiste plaats, op de juiste pers terecht komt. Hier staan we bij onze nieuwste aanwinst, de Litoman 80 pagina's. De machine die drukt dan 50.000 per uur. 80 pagina's, dat is de maximale capaciteit dat de machine kan verzetten. Dus dat is gigantisch wat die machine kan. Meer dan 70 verschillende methodes. En niet alleen aan A4, maar ook A3 en A2 formaten. Dus de machine kan enorm veel en heeft ons eigenlijk 40% meer mogelijkheden gegeven voor ons bedrijf. En heeft ons toch een serieuze boost gegeven in de catalogiemarkt die wij nog altijd zeer ambiëren. Hier hebben wij ons volledig automatisch magazijn. De robot weet perfect waar dat welke palet staat, waar dat die welke palet moet gaan zoeken. Dat vroeger onze mensen eigenlijk uren en uren verloren als ze hun machines aan het stellen waren met paletten te zoeken, doet dit nu de volledige automatisch magazijn voor hun. De robot gaat het product halen en brengt het naar de afwerkingsmachine. Haalt het weg bij de drukpersen en brengt het naar al de afwerkingsmachines die het nodig hebben. Naar de verpakkingszone en uiteindelijk naar de transportzone. En dat bespaart uiteindelijk heel veel fouten die er vroeger wel gebeurden, waar we nu eigenlijk heel minder last van hebben. En hier in de studio nog altijd de man die net al even zag in de reportage, Erik Bongaerts van drukkerij Moderna. Ja, jullie investeren fors in de nieuwste machines, zagen we. Hè? Dat is de economie 4.0, zeg maar. Industrie 4.0, ja. Die bij jullie heel duidelijk aanwezig is. Ja, wij konden natuurlijk niet anders. Onder druk van de concurrentie moeten wij zorgen dat we zeer, zeer efficiënt zijn. En we kennen de loonkosten allemaal in België die zeer hoog is. En vandaar dat wij enorm geïnvesteerd hebben in robotisering en automatisering. En ook in grotere machines om meer kunnen gedaan te krijgen met minder mensen. En vandaar dat wij op die manier ook kunnen rendabel blijven eigenlijk. Ja, robotisering heeft echt zijn intrede gedaan bij u op de werkvloer. Dat is echt waarneembaar. Ja, ja, we hebben ondertussen een kleine 20-tal robots staan. Van pakjes opleggen, pakjes afnemen, de paletten allemaal die vervoerd worden. We hebben bijvoorbeeld toch een 1500 paletten per week die een beweging hebben van de ene machine naar de andere. Iedere palet heeft ongeveer 5,5 beweging. En dat wordt allemaal gedaan door robots. Dus en die allemaal gestuurd, zich nooit. Gestuurd op barcodes en onderliggende barcodes. En zo weet die palet en dat drukdeel zijn routing in het bedrijf. En die vergissen zich nooit? Nee, een barcode is een barcode. En ja. Zij gaan zich niet vergissen tussen de Tsjechische en de Roemeense versie of tussen de andere talen die ze niet kunnen lezen. Ja. Een barcode is een barcode. Ja, we hadden het net ook al even over die pers hè, die jullie daar staan hebben. Ja. Ja, dat is een flinke machine. Hè. Ja, dat is een serieuze investering geweest. Ja, dat is de grootste machine eigenlijk die er in België staat. De heatset rotatiepers. Die dan zeg maar vanaf 20 pagina's tot 80 pagina's en alles daartussen in het A4 formaat, maar ook in het A3 en in het A2 formaat kan produceren. En soms is dat met 4 tegelijkertijd, ofwel met 2 tegelijkertijd, ofwel per stuk. En dat ligt eraan. En we kunnen daar gaan van zeg maar 35 grams heel dun papier
tot een maximale 115 gram op papier, wat al vrij dik is. En dan zeer hoog kwalitatief. Ja, mogen we weten hoe groot die investering geweest is? Want ik denk dat je er wel eens van wakker ligt als je zo'n contract moet ondertekenen. Steeds. Ja, uiteraard. Daar heb ik heel lang van wakker gelegen en ook 2 jaar op gestudeerd voordat we die beslissing hebben durven nemen. Maar dat mag zeker geweten worden. De investering was 23 miljoen euro. Wat voor ons bedrijf een heel grote investering is. Maar goed, we hebben daar toch mee een hele belangrijke stap kunnen zetten. Dat wij onze mogelijkheden met meer dan 40% hebben kunnen doen uitbreiden. En dat gebeurde in volle coronaperiode. En ja, dan kregen we het jaar erop, de coronacrisis. En toen heb ik helemaal wakker gelegen van de corona. Want toen viel de omzet in één keer met 65% terug. En gelukkig is dat heel snel hersteld. In 2 maanden tijd was dat eigenlijk al terug hersteld. En hebben we dan natuurlijk wel in 2020 geen goed jaar gehad. Maar het heeft zich toch herpakt allemaal. Je hebt ook nog iemand meegebracht, die gaan we zo dadelijk introduceren. Eerst iets anders. Ondernemers gaan vaak op zoek naar extern kapitaal om toekomstige investeringen te kunnen doen. Voca Limburg begeleidt hen in deze zoektocht bij het traject Investor Readiness. Als ondernemer heb je geld nodig om je ideeën uit te werken en groei te realiseren. Maar dat geld hoeft niet altijd uit eigen zak te komen. Zo kan extern kapitaal een oplossing bieden. Het traject Investor Readiness van Voca helpt ondernemers daarom met hun eigen weg te vinden in het financieringslandschap. Het IT-bedrijf BMK Solutions is in volle groei en heeft dan ook nood aan extra kapitaal. Groeien kost geld en daarmee is er ons geadviseerd om een traject als dit te volgen, zodat we kunnen kijken, oké, welke noden gaan we hebben en hoe gaan we die kunnen gaan becijferen en gaan kunnen uitleggen aan investeerders wat dat we precies nodig hebben, in welke fases en hoe dat we het gaan gebruiken. Het bedrijf uit Houthalen zit tijdens het traject samen met andere ondernemers die dezelfde noden hebben om te kijken naar de mogelijkheden. Het zijn vooral bedrijven die, als ze willen groeien, dat die op een bepaald moment wel tegen een limiet aanlopen, waardoor dat ze merken dat ze wel geld op een andere manier moeten zien binnen te halen. Dus wij proberen hen dan te laten kennismaken met bijvoorbeeld het aantrekken van investeerders, maar ook andere vormen als crowdfunding, het subsidielandschap en alle mogelijke vormen die er zijn. Tijdens de laatste sessie van het traject zal Kevin Moons focussen op de juiste investeringsvraag om zo extern kapitaal te verwerven. Daarmee wil hij vooral zijn team verder uitbreiden. Wij hebben een audit gecreëerd die wij uitvoeren bij onze klanten. En aansluitend hebben wij een implementatietraject dat wij uitvoeren. En we hebben nu bij een aantal van onze klanten gezien dat dit heel goed werkt, dat we zo heel veel meerwaarde kunnen bieden. En nu we vat hebben op dat proces, willen wij graag ons team verder uitbreiden en ons bedrijf verder uitbreiden, zodat we meer van deze trajecten kunnen doorvoeren en zo gaan verder schalen. Terug bij Erik Bongaerts van Moderna Printing. Wie hebt u meegebracht naar onze studio? Ik heb Wilfried Martens meegebracht. Bekende naam. Bekende naam, maar het is niet de Wilfried Martens, ja, maar de betere versie ervan. Ja. De sales manager. De sales manager. Ja. En Wilfried is al jaren bij ons meeverantwoordelijk voor de sales en voor het aanbrengen van nieuwe en bestaande projecten te behandelen. Mogen we hem uw rechterhand noemen? Of? Toch op het commerciële vlak, ja. Eén van hen, ja. Ja, hoe ziet die markt er op dit ogenblik uit, meneer Martens? Wel, de markt van nu moeten we even bekijken in globaal opzicht. Eigenlijk moeten we 3 jaar teruggaan. Voor de coronacrisis was de grafische markt een booming business. Het ging heel vlot, tot maart 2020. Toen was het een ander verhaal plots. Plots viel alles stil. Ja. De winkels sloten, er waren geen reclamefolders nodig. De culturele centra, die moesten geen seizoensbrochures meer hebben die allemaal gepland waren. Juist. Er waren geen activiteiten meer. Alles viel letterlijk stil. En dan staat de wereld stil eigenlijk voor een bedrijf als Moderna. We konden niks drukken. Ja. We hadden geen drukwerk. Ook de papierleveranciers die hadden toen geen vraag meer van ons. Ja. Dus papierfabrieken sloten, die vormden zich onder kartonfabrieken. Omdat karton toen wel gegeerd was omwille van de pakjes die heel veel nodig waren in de corona. En daar sta je dan? Wat doet u dan? Ja, dan moeten we gaan kijken hoe gaan we dit aanpakken. Ja. Hoe gaan we dit aanpakken? Maar de prijzen werden alsmaar groter, alsmaar hoger, omdat er een schaarste was van papier. Mm-hmm. Papier duurde op dat moment 8 maanden om te krijgen. Dus als de inkoper van moderne papier wou bestellen, duurde het soms tot een jaar voordat er papier was. Die papierprijs is echt door het dak gegaan, hè? Absurd. Ja. Ook door de energie die daarna nog eens erbij bovenop kwam, werd de prijs verdubbeld.
En is dat nu nog altijd het geval of is het beter? Nee, het is ondertussen gekalmeerd, gestabiliseerd ook. Ja. Is er nog veel vraag naar papieren tijdschriften? Die vraag kunnen we ons ook stellen. Hè? Ja, toch wel hoor. Ja, we drukken ze nog dagelijks, dus je kan niet zeggen dat er geen veel vraag naar is. Ja. Nu, we hebben een niche-markt van uitgevers die betalende tijdschriften maken. En die niche-markt die is redelijk stabiel. Dus dat is wel goed. Ja. Ja. Hoe blijven jullie dan winstgevend als de markt toch onder druk staat, onder meer door digitalisering? Ja, door onze automatisatie en door onze uitbreidingen kunnen wij eigenlijk heel kostenefficiënt produceren. En bewijzen we toch jaar op jaar dat we winstgevend zijn en dat we rendabel zijn. En dat is door veel te doen met weinig personeelskost en een heel veel toegevoegde waarde per personeelskost. Want de grote concurrentie komt uit Oost-Europa. Het is moeilijk opboksen tegen lage loonlanden. Tja, met de Oost-Europese concurrentie moeten we kijken naar onze eigen sterkte. Waar zijn wij goed en wat doen we heel goed? En dat is op heel korte termijn tijdschriften maken. We hebben drukpersen staan, we hebben afwerkingsmachines staan, we hebben sealstraten staan om die afgewerkte producten postklaar te maken. En dat doen we op enkele dagen. Dus met een Oost-Europese concurrent, die kunnen dat niet aanbieden. Dus dat is onze grote sterkte, daar moeten we naar kijken gaan. Ja, kijkt u ook naar de wetgever? Want eigenlijk is het natuurlijk oneerlijke concurrentie op een bepaald ogenblik. Transporten worden nu ook uit Europa worden ook een beetje aan banden gelegd. Ja, inderdaad. Vanaf 1 april volgend jaar gaat er een nieuwe wetgeving, een Europese regelgeving voegen, waarbij de chauffeur zal betaald moeten worden naar de lonen van het land waardoor hij rijdt. Dus dat gaat wel het een en het ander teweeg brengen. En dan is er een wet waardoor ook nog het transport dat hier wordt gedaan heel erg beperkt wordt voordat de vrachtwagen uit Oost-Europa terug in zijn thuisland moet zijn. Ja. Dus dat gaat ervoor zorgen dat die transportkosten van Oost-Europa naar hier erg duur gaan worden. Ja. Dus we zien het wel positief tegemoet naar volgend jaar. En zoals de wereld die voortdurend in beweging is, meneer Bongaerts, hoe ziet de toekomstige drukkerij eruit? De drukkerij van de toekomst? De drukkerij van de toekomst die zal flexibel moeten zijn. Heel veel moeten kunnen, veel mogelijkheden hebben en de klanten op zeer korte termijn helpen. Want de actualiteit is zeer belangrijk in onze wereld. En we hebben nu ook al heel wat tijdschriften die een doorlooptijd hebben van 16 uur ongeveer. En dan spreken we toch over tijdschriften van 120.000 stuks, 128 pagina's met een cover er rond. Dat is op minder dan 16 uur de deur uit. Dus die voorsprong hebben we en daar moeten we ook naar kijken. We kijken ook nog altijd meer en meer naar de kleinere oplages, want daar beweegt zich toch de markt naartoe. Dus we kijken toch verder door en zo zorgen wij toch wel voor de toekomst van het bedrijf. Dat wil zeggen duurzaam, denk ik. Moderna Printing is er eigenlijk al klaar voor. Nog meer kwaliteit aanbieden, want ook dat zal in de toekomst toch wel nog een topic blijven, hè? Kwaliteitsvol. Sowieso, en de kwaliteit die je aanbiedt, dat moet goed zijn. Daar wordt niet over gediscussieerd. Wij drukken voornamelijk tijdschriften waarvoor betaald wordt. Dat moet goed zijn. Daar staat buiten kijf. Ja, en Erik Bongaerts, als we gaan kijken naar de dochters, wat zijn de ambities voor de toekomst nog? Ambities zijn een bedrijf te kunnen blijven hebben zoals dat we nu hebben. En we kijken ook natuurlijk naar de toekomst, we kijken nog naar andere mogelijkheden. We zijn er al in gesprek met partners en zo, ook voor meer naar het buitenland toe gaan te doen. En om zo de groei toch te bestendigen. En misschien zit er dan hier en daar nog wel een uitbreiding in, wie weet. Wie weet, we hebben nog uitbreidingsmogelijkheden. We hebben de gebouwen van onze buurman gekocht. En daar hebben we toch weer een kleine 10.000 vierkante meter waar we mee verder kunnen. Oké, en zo is de toekomst verzekerd. Hartelijk dank, heren. Rest mij nog afscheid te nemen van onze twee gasten, Erik Bongaerts en Wilfried Martens van drukkerij Moderna uit Beringen. Volgende week trekken we naar Diepenbeek, mee bepaald naar radiatorenfabrikant Jaga. Graag tot dan.